Ik spring op de bres voor slachtoffers van oplichter Bart F. Maar Lou en haar vrienden raakten duizenden euro's kwijt aan Bart door zogenaamde investeringen in bitcoins. En Willem en Johannes verloren tienduizenden euro's door aanbetalingen te doen voor exclusieve Porsches. De auto's werden nooit geleverd en het geld is weg. En brandweerman Leon bracht zijn collega's in de problemen door hen in contact te brengen met oplichter Bart. Ben je boos op? Ik zou haar zeggen, pislink. Ik heb heel lang heb ik mijn frustratie in moeten houden. Mede om contact warm te houden via de Facebook-chat. Maar als ik hem tegen was gekomen, weet ik niet wat ik gedaan zou hebben. Zo boos. Wat hij mij heeft aangedaan, wat hij mijn collega's heeft aangedaan en aandoet. Hij doet het ook nog gewoon met zijn eigen naam. Maar het lijkt wel of het hem helemaal niet interesseert. Het interesseert hem ook helemaal niks. Alsof hij trots is op zijn oplichting. Daar lijkt het inderdaad wel op. Heb jij het gevoel dat Bart nog met dat geld of de telefoons op de proppen komt? Nee. Nee, absoluut niet. Het aantal slachtoffers groeit snel. En de zaak rondom oplichter Bart F. wordt groter en groter. Bart laat zich in de tussentijd niet meer zien of horen. Het is voor ons al lang duidelijk. Bart F. is een oplichter. Ik besluit contact op te nemen met de politie en deel alles wat we weten. Met behulp van onze informatie start ook de politie een onderzoek en komt tot dezelfde conclusie. Bart F. is een oplichter en moet worden gestopt. Ik ben onderweg naar Emmen, naar het politiekantoor. Want er staat deze ochtend een actie gepland en daar mogen we bij zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Kom erin. Hoi. Dankjewel. Welkom allemaal. Vandaag gaan we, als het goed is, dat hopen we, Bart aanhouden. We gaan straks kijken of hij thuis is. Er zijn wat spullen in beslag te nemen, zeker auto's. In ieder geval, wat we nu weten, is dat er een witte cabrio A5 bij hem op de oprit staat. Die wordt in beslag genomen. Ja, belangrijk is laptop, in ieder geval van hem, telefoon. Er staan een heleboel belastende zaken in. Verder zijn we met witwassen bezig. Alles wat maar met bonnetjes te maken heeft, moet allemaal mee. Sieraden, leg dat even apart. Ga ik ook ter plekke bekijken. We zitten natuurlijk wel in de woning van de ouders, dus daar moeten we wel rekening mee houden. Zijn kamer moet in ieder geval grondig doorzocht worden. Nou, ze willen dus deze Bart gaan aanhouden. Of die thuis is, is onduidelijk. Dat gaan we zien. En laten we hopen dat we op tijd zijn, want deze Bart heeft dus een ticket geboekt naar het buitenland. Dus het is duidelijk dat hij wil vluchten. Alleen hij weet niet dat wij en de politie dat ook weten. Dus hopelijk is hij nog in Nederland en kan hij worden aangehouden. En ik wil echt dat gezicht van hem zien op het moment dat hij straks in de boeien wordt geslagen. En ik hoop dat ik de kans krijg om nog even wat tegen hem te zeggen. Als we bij de woning aankomen, zien we dat de dure cabriolet en Jaguar waarin wij Bart hebben gezien, er niet staan. Maar mogelijk voelt Bart de hete adem in zijn nek en parkeert hij deze ergens anders. Of is hij toch gevlucht? Bart woont nog steeds bij zijn ouders en één van hen doet open. Hij is niet thuis. De agenten gaan nu naar binnen om huiszoeking te doen. Wij gaan naar een andere woning waar die mogelijk verblijft. Duimen. Ja, achter de auto aan. Teleurgesteld natuurlijk dat hij niet op locatie 1 is. Nou, we kijken nog op locatie 2, maar de kans is aanwezig dat hij in België is. Althans, dat is wat zijn ouders hebben gemeld. En wat er ook gebeurt vandaag, deze Bart zal hoe dan ook gezocht blijven door de politie. Dus zodra hij zich laat zien, wordt hij in de boeien geslagen. Dus of een leven op de vlucht leiden, of zich overgeven. Dat zal de komende tijd gaan blijken. Maar Bart zit niet op dit adres. Wel weten de bewoners te vertellen dat Bart de avond ervoor een WhatsApp-bericht stuurde
waarin hij zegt dat hij in het Van der Valk Hotel in Zwolle verblijft. De politie pakt direct door. Ja, er zijn aanhoudende eenheden... Onderweg naar Van der Valk? Ja, onderweg naar Van der Valk. In Zwolle? Ja, dus het wordt nu spannend. Ja, die auto staat in ANPR, dus die zal er ergens opgepikt worden. Er wordt een stelt-sms geplaatst, dus dan weten we ook zijn locatiebepaling. En dan... In de Jaguar is hij waarschijnlijk? Waarschijnlijk, ja. Het is wel een opvallende auto. Het is een heel opvallende auto, ja. Ik ben zelf te ver van het hotel om Bart te onderscheppen. En moet dus afwachten of de politie de oplichter weet aan te houden. En dan krijg ik goed nieuws. Geweldig, dank je. Nou, geweldig nieuws. Want hij is dus alsnog aangehouden in Zwolle, in een hotel. En dat was informatie van zijn vriendin. Dat vertelde zij net tegen de politie. Maar heel snel natuurlijk de collega's in Zwolle gebeld. En die hebben hem in de boeien geslagen. Hij is nu onderweg naar Assen. We rijden daar naartoe en hopen nog een glimp van hem op te vangen. Maar hij is dus gepakt. Omdat ik met eigen ogen wil zien dat deze oplichter achter slot en grendel verdwijnt, rijd ik direct door naar het politiebureau in Assen. Nou, daar zit hij dus in de auto. Bart, wat ben ik ongelooflijk blij dat jij gepakt bent. Goed zo. Heb jij nog iets te zeggen tegen Johannes, tegen Willem, tegen andere slachtoffers? Ik heb ze gisteren nog gesproken, dus. Bleek niets van waar, hè? Van al die dingen die je gezegd en gedaan hebt. Er bleek alles van waar, maar de waarheid komt wel boven water omdat ik hier ben. Ik geloof er helemaal niks van, zoals ik nooit wat van jou heb geloofd. Ik zal het laten zien. Auto's zijn in beslag genomen, gelukkig. Dat betekent dat... Welke auto? Je reed toch in een auto? Niet van mij, staat niet op mijn naam. Dat kan zo zijn, maar dit is wel degelijk de auto waar wij Bart al 6 maanden in zien rondrijden. Staat niet op jouw naam? Maar dat maakt veel op jou, dat hoef ik niet, verantwoorden. Maar heb je nog niet... We hebben heel vaak met elkaar contact gehad. Ik heb volgens mij heb ik u 2 keer ge-emaild om contact. 1 keer ben ik niet aangekomen. 2 keer heb ik u gecontact. Heeft u niks van mij... Houd toch op, jij zou mij prima, bellen. Dat is goed, ik kan laten zien toch? Prima. Kan laten zien. Je zou bij Willem en Johannes, je hebt ze 2 keer laten zitten voor niks. Je zou een telefonisch gesprek met mij hebben. Ik heb 2 keer bereid getoond om te willen praten. Je hebt ik ben 1 keer niet nagekomen. De rest kunt u niet, dat is niet waar wat u en je bent heeft. Gewoon niet nagekomen in al die andere afspraken. Je was naar het ziekenhuis, dan was je weer in het buitenland. Er was altijd wat. Sterker nog, je hebt zelfs gezegd tegen slachtoffers dat je betaald hebt. Precies, ja. Ze hebben het geld nooit ontvangen. Dat zal allemaal wel terechtkomen. Nou, dat komt zeker terecht. Prima. De rechter zal uiteindelijk oordelen. Prima. Maar volgens mij zit jij op de juiste plek nu. We zullen zien. Nou, gelukkig. Nog even wat tegen hem kunnen zeggen, maar deze jongen blijft verstrikt in zijn eigen leugens en zijn verzinsels. Toont ook geen spijt richting zijn slachtoffers. Lange zoektocht met een geweldig resultaat. De rechter zal uiteindelijk uitspraak doen. Ook de gedupeerde brandweerman Leon is blij dat Bart is opgepakt. Wat hoop je dat er met hem gaat gebeuren? Ik hoop dat ze hem goed aanpakken, lang vasthouden, zodat hij niet nog meer slachtoffers kan gaan maken. Want hij blijft doorgaan, dat hij denkt dat hij gewoon dit in zijn recht heeft, dat hij dit kan en mag doen en dat hij niet fout zit. Maar dat zit hij wel. En ik vind dat ze hem flink voor mee moeten confronteren dat dit absoluut niet langer door kan. Hoe heb je het met de bruiloft geregeld? Hij heeft de auto's niet geleverd, maar we zijn wel getrouwd. Dat heeft de pret niet mogen schaden. Uiteindelijk zijn wij in dit voertuig getrouwd. Zeer geslaagd. Het onderzoek van politie en justitie zit erop en het is tijd voor de rechtszaak. Ook slachtoffer Willem wil erbij aanwezig zijn. En ik ontmoet hem bij de rechtbank in Assen.
Willem, hoe is het met je? Goed, dankjewel. Met jou? Ja, ook goed. We hebben een bijzondere dag vandaag. Ja. De rechtszaak. Hoe is dit nou vandaag voor jou om hier te zijn, om bij die rechtszaak aanwezig te kunnen zijn? Ja, wel bijzonder. Het is ook een type afsluiting, want ik wil er ook heel graag bij zijn. Ik wil gewoon zien hoe die uitspraak ook gedaan zou worden. En wat eigenlijk de beschuldigingen zijn in totaal. Want wellicht dat ik ook weer allemaal nieuwe dingen hoor waar ik ook niet van wist. Die ook ver van mijn bed stonden. Is het ook een soort van moment van genoegdoening? Dat je denkt, ja, ik wil ook zien dat die straks door de rechter wordt aangesproken? Ja, natuurlijk, zeker. Want, ik heb hierdoor ook een heleboel schade geleden. En ja, mij heeft ook echt een negatieve invloed gehad. Terwijl, ja, ik heb eigenlijk hem helemaal niet kunnen spreken in tussentijd of iets. Dus ja, ik vind het dan wel fijn om het zo te zien dat hij wel moet boeten voor zijn dingen die hij verkeerd heeft gedaan. Terwijl hij er tot nu toe nog heel makkelijk vanaf is gekomen. Zullen we naar binnen gaan? Ja. Het zijn praatjes en foto's van auto's die bij menigeen zeer tot de verbeelding spreken, wist hij steeds behoorlijke bedragen los te peuteren bij deze personen. Gelet hierop vind ik te concluderen dat de fraudeleuze opzet vanaf het begin af aan aanwezig was. Er is door de aangevers in totaal tonnen aan euro's geïnvesteerd bij dan wel via verdachten. Dit is geen voorbeeld van mislukte beleggingen of slechte bedrijfsvoering. Het is oplichting in zijn meest pure vorm. Verdachte heeft enkel gedacht en gehandeld vanuit zijn eigen gewin. Onder meer aan het aflossen van schulden, reisjes, kopen van kleding, sieraden en huur van een auto voor eigen gebruik. Een paar weken later doet de rechtbank uitspraak. En ook zij komen tot dezelfde conclusie. Bart F. is een grote oplichter. Hij wordt veroordeeld tot het terugbetalen van bijna 400.000 euro aan de slachtoffers. En hij krijgt een flinke gevangenisstraf. Ja, de rechtbank heeft de verdachte veroordeeld voor 9 feiten. Dat wil zeggen 7 oplichtingen en 2 keer valsheid in geschriften. En heeft opgelegd een straf van 24 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Men vindt dat hij voornamelijk leugenachtige verklaringen aflegt, geen verantwoordelijkheid neemt voor de feiten en ook geen inzicht toont in zijn eigen handelen. Is uiteindelijk duidelijk geworden waarom hij dit heeft gedaan? Geld. Met andere woorden, luxe goederen, een luxe levensstijl. En ook dat is een aspect wat de rechtbank de verdachte heeft kwalijk genomen. Hij heeft goede sier gemaakt met het geld van anderen. Maar dan moet hij nou verbrommen. Ja, zo is het. Willem, het is lang geleden dat dit onderzoek is begonnen. Maar er is eindelijk een vonnis. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het hartstikke terecht. Ik ben heel blij te horen dat er zeker wel wat mee gedaan gaat worden. En dat hij alles betreft moet betalen. Dus het is voor mij goed nieuws, maar ook voor anderen. En daar ben ik heel blij om. Gerechtigheid? Zeker, zeker. Mag jou bedanken, want het is allemaal met jou begonnen. Hartelijk dank. Merci beaucoup. Ja, ook bedankt. Bedankt voor de hulp en bedankt voor alles. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.